de Federatie Prinsen. Dat is een sportbond die is aangesloten bij NSNSF. En alle verenigingen via ons al, dat betekent ook nog niet. Is aangesloten. En ik vind het hier ontzettend mooi omdat het echt een school is waar iedereen kan sporten. Iedereen is er sport, is er sport aanbod. Maakt niet uit wie je bent, goed bent in sport, je goed wil worden in sport. Belangrijkste is plezier en dat alles om een hele deskundige begeleiding. Want vooral opeens, leraar en diploma's, ex-kentleraar in het zaal met kickboxen, maar ik moet zoeken ook. Ook zie je dit in de weg voor de federatie-verenigingskunsten, het kickboxen, het Muay Thai-boxen, het Bismarck Arts. We zijn echt een hele brede familie van de harde sporten tot de traditionele krijgskunsten. En vandaag dat ik in ieder geval, zonder gelegenheid hier, de droom van Antoine. Ik kan niet zeggen dat we al op weg gaan naar de Olympische Spelen. Antoine is iemand die een ongelofelijke drive heeft, ongelofelijke passie heeft. Dat zie je in deze school, dat zie je in de universiteit, wat hier is. Maar je zit ook in het feit dat als je echt stand inzet, dan gaat het gebeuren. En een van die dromen is inderdaad om het rolstoelboksen naar de Olympische Spelen te krijgen. Paralympische Spelen te krijgen. En daar, dat is nog steeds een lange weg. Maar iedereen die daar sceptisch over is, kent Antoine niet. Antoine gaat, het is altijd het bereik van, ik wil naar Engeland. Daar zijn ze dus verder. We gaan daar eens kijken. Dus, weet je te regelen. Wij willen het samen te regelen. Dat is goed, dat is minder goed. Vanavond denk ik is het unicum dat je voor het eerst in Nederland, in deze zaal, een partij ziet. Begeleiding van serieuze wedstrijd, begeleiding van rolstoelboxers. En ik hoop, is het een persvraag? Is het een pers? Ja, oké. Ik hoop echt dat het erin aangeleverd wordt. We gaan in ieder geval zelf ook. Regen de mond uit Venten. En ik denk dat dit soort events een van de eerste stappen zijn richting de Olympische Droom. En we weten dat we een ontzettend nog een lange weg gegaan hebben, met heel veel lobbywerk, heel veel praatwerk. Maar het is niet om over. En zeker met iemand als Antoine, het is niks om over. En ik wil vandaag eigenlijk nog één ding, het is officieel ook niet te zien. We hebben wel in ieder geval een moment waarop we iets willen aanreiken naar de SV en de CMZ. Als een blijf van de leren in de school, maar ook om aan te geven dat dit een school is met hoge kwaliteit. En volgens mij is er een besteld, een bord. Zo nieuw, ik heb het zelf nog niet gezien. Kom ik bij Antoine? Ja. Plaketten, waarop in ieder geval staat de naam van de school, maar vooral ook lidorganisatie NOC-NSF en natuurlijk van de Federatie Oost-Kerstpunt. En ik wil jou de eerste die gaan uitreiken en hoop dat vele scholen volgen. Deze plaketten, zeg maar, een vrij programma aan het krijgen aan de muur. Dat is ook nog meer onderstrepen van de kwaliteit die hier wordt geboden. Ja. Hartstikke bedankt allemaal. We gaan even een pauze vieren. Je kunt bij de bar bij Michael een drankje halen. En in de mannenkleedkamer even kletsen. En dan gaan we over een half uurtje verder. Ja, tot straks.